Welkom op Financiële Vrijheid TV. Vandaag deel 2 met Chantal Huttink. Want je bent naar Afrika geweest. Ja. Dus je man heeft ja gezegd, blijkbaar. Ja. En wat ben je gaan doen? Hoe lang ben je vertrokken? Hoe heb je dat voorbereid? Want het is een droom van een kind. Ja. En dan ben je een volwassene vrouw. En dan denk je van, en nu ga ik naar Kenia. Ja. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik wist niet, bij God niet waar ik beginnen moest. Oké. Okay. Weet je, dat heb ik soms ook wel eens. Weet je, dan hoor je mensen praten. I had a dream and I did it. Ja. En het enige wat ik dan wil weten, hoe dan? Hoe doe je dat dan? Ja. En ja, ik had ook zoiets, ja, Sub-Sahara, waar begin je dan? Dus ik heb echt op die kaart gekeken. Afrika is best groot. Ja. Heel veel landen. Waar begin je dan? Nou, voor mij was Sub-Sahara was belangrijk. Dus daarmee, Noord valt dan af. Ik heb niet zo'n talenknobbel zoals jij. Dus geen Franstalig land, geen Portugees, geen Duits. Dus nou, weet je, dan wordt het al wat kleiner. Ja. En dat vind ik ook altijd het belangrijke bij het volgen van je droom. Heel veel mensen hebben die stip, hè? Van daar wil ik naartoe. Ja. Ja. En die denken dan dat je in het vliegtuig kan stappen of in een helikopter en dat je daar dan, nou, dit is wat ik wil, plop, en dan ben ik er. Nou, nee. Nee. Soms lijkt een droom ook heel groot en dan denk je, hoe kom ik er? En dat is waar het over gaat, is dat je het in kleine stukjes weet op te breken. Ja, precies. Ja. Stap voor stap. Ja. Dus voor mij was de eerste stap, welk land? Nou, dat heb ik dus zo geminimaliseerd door, nou, het moest in ieder geval Engels sprekend zijn. En doordat ik al meer dan 15 jaar in de zakelijke dienstverlening had gewerkt, dacht ik van ja, ik ga niet in een weeshuis werken. Dat kan iedereen doen. Ik wil wel waarde toevoegen. Ik wil mijn kennis en expertise wil ik meenemen. Dus ik heb gekeken van zijn organisaties die je daarin kunnen helpen. Mm-hmm. En zo ben ik bij SIW terechtgekomen, die projecten hebben in ontwikkelingslanden. En via hun ben ik uiteindelijk in Kenia terechtgekomen. Hmm. En Kenia wilde ik zelf ook heel graag, omdat voor mij Zuid-Afrika, het beeld wat ik ervan heb, is dat het al heel erg westers is. Dus ik had zoiets, als ik dan toch naar een ontwikkelingsland ga, dan wil ik toch wel iets, dat gevoel daarin meekrijgen. En Kenia heeft natuurlijk ook mooie flora en fauna. En ik wil dan ook gaan reizen. Ja. En dat het voor mij, weet je, ik kon altijd jaloers zijn op die backpackers die gewoon met hun rugzak gewoon erop uitgingen. En dan heel stoer dat allemaal aangingen. Ja. Nou, ik was met mijn Simpson koffertje en mijn beauty. Dat soort vakanties was ik gewend, weet je. Dus dat waren ook de eerste dingen die mijn vriendinnen vroegen. Chantal. Jij met je beautycase, ga je zeker naar een ontwikkelingsland. Hoe ga jij overleven? Ja. Ja, en hoe heb je dat gedaan? Want dat is inderdaad de vraag. Oh ja, dat wordt waarschijnlijk verteld in het boek, hè? Ja. Ja. Ja, het was natuurlijk heel spannend. Dus voordat ik überhaupt kon gaan, dat had natuurlijk behoorlijk wat voeten in aarde. Ik had mijn eigen bedrijf. Je had al je eigen bedrijf voor dat je 4xD, ondernemers dromen, denken, durven en vooral doen. Dus ja, dus ik wilde eerst heel veel geld verdienen. Ja. Want vrijwilligster zijn kost heel veel geld. Dus ik wilde een buffer hebben. Mm-hmm. Nou, dat ging ook allemaal niet zo gemakkelijk met opdrachten. Dus het was echt bloed, zweet en tranen. En dat ik ook af en toe zoiets had. Nou, weet je, ik geef op, ik doe het niet meer. Echt moet het op deze manier, maar uiteindelijk is het me gelukt om die financiële buffer te gaan sparen. Mm-hmm. Ja, en dan ga je naar een ontwikkelingsland. Ja. Dus ik kwam aan in Nairobi en het was letterlijk zwart van de mensen. Ja, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En ik woonde bij een host family, bij een gezin in huis. Ja, dat is mooi. Want dan ken je ook veel meer vanuit binnen. Ja, dat wilde ik ook heel graag. Ja. En Kenianen, die staan op en die beginnen te praten. En die gaan pas ophouden met praten als we naar bed gaan. En Kenianen, die leven op onder in elkaar de hele dag door. Mm-hmm. Nou, ik ben een individualist die ook graag wat ruimte nodig heeft voor zichzelf. Dus ja, je komt jezelf. Ik ben mezelf er heel erg in tegengekomen, dat wist ik.
Ik ben heel resultaatgericht. Ongelooflijk ongeduldig. Mm-hmm. Nou, Kenia is zo. Hakuna Matata. Ja. Morgen weer een dag. Polen, rustig aan. Dus ja, dat was soms best wel lastig. Ja. En ik wilde dit ook alleen doen. Ik wilde uit mijn zelf gecreëerde gouden kooi stappen. Ook niet dat mijn man meeging. En daarin kom je jezelf ook tegen. Weet je, hoe deal je dan met de omstandigheden? Mm-hmm. Hoe ga je dan om met dingen die niet gaan zoals je wilt? Ja. En wat ik het mooie van deze reis vond, zijn een aantal dingen. Is dat ik ook nieuwe dingen in mezelf heb ontdekt. Ik ben een avonturier. Dus ik vond het ook ineens heel erg leuk om met de bus van Nairobi naar Kisumu te gaan. En dat avontuur aan te gaan. En naar kijken waar ik uit zou komen. En toen ik op het platteland was. Ik heb ook een tijdje op het platteland echt gezeten. Ja, weet je, in Nederland zijn we zo onwaarschijnlijk verwend. En ik zat daar in een kring met vrouwen. En die vrouwen die zitten echt zo kracht. Die verweerde gezichten, die handen waarvan je ziet dat die keihard werken. Ja. Het beeld dat wij van Afrika hebben is een lost continent. Het dark continent. Corruptie, weet je, ellende, HIV-AIDS, drama's, intriges. Ja, dat is er. Maar er is ook een hele andere kant. Ja. En die heb ik daar gezien. De menselijke kant. Ja, maar met name die vrouwen, die hebben zo'n zwaar leven. Gezinnen met 10 kinderen, waarvan 5 zijn overleden. Ja. Er is droogte, er is overstroming, er is te weinig geld. Maar in plaats van dat die vrouwen een slachtoffer zijn van hun omstandigheden, en zitten te miepen, mm-hmm, en in een hoekje zitten te huilen, mm-hmm, gaat er zoveel veerkracht vanuit. En het enige waar zij mee bezig zijn is van, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind het beter heeft dan ik? Ja, herkenbaar. En die veerkracht die van die vrouwen uitgaat, nou, dat heeft me zo diep geraakt dat ik dacht, oh, wat zit ik toch te miepen. Dat je bijna je schaamt van hoe je in het leven staat of hoe je over bepaalde dingen nadenkt. Ja. En ik voelde, toen ik daar in die kring zat, ik heb hier iets te doen. Het voelde voor mij, ik ben een dolende ziel geweest, 36 jaar lang. Ik ben aan het thuiskomen. Voor het eerst het gevoel van, ik ben aan het thuiskomen, ik heb hier iets te doen. Mm-hmm. En voor mij dat iets doen had heel erg te maken met vrouwen willen de cirkel waar ze in zitten, willen ze heel graag doorbreken. Hè? Dat patroon van armoede, het patroon van, als je in een bepaalde bubbel zit, wat wij hier ook meemaken. Mensen die hun baan hebben verloren, mensen die in de bijstand zitten. Je kan zo verkrampt zitten dat je niet meer om je heen kan kijken. Ja. Wat heel logisch is, want je zit in een overlevingsmechanisme. Ja, precies. Dus je hebt mensen in je omgeving nodig die je kunnen helpen om weer anders naar dingen te kijken. Of die weer iets in je aanraken. Je vragen gaan stellen, zodat je weer anders naar dingen kunt gaan kijken. Mm-hmm. En dat hij dit is gedaan? Dat was wat ik heel graag wilde. Ja, ja. Dus ik belde direct mijn man op. Ah, we moeten iets doen. En die had al van tevoren had hij gezegd naar Chantal, één ding. We gaan straks niet emigreren. Dat gaan we niet doen. Dus ik ben... naar Kenia gaan, mijn droom volgen. Uit mijn comfortzone treden. Ja. Is het belangrijkste keerpunt in mijn leven geweest. Ja, dat daar zeker. Was heel veel lef voor nodig. Mm. Alleen kan ik wel zeggen, op het moment dat je dat soort stappen durft te maken, is het niet altijd makkelijk. Want soms lijkt het dan net van, hè, of je dan maakt een stap en dan gaat het allemaal, komt het je aanwaaien. Dat is niet zo. Nee. Maar er komt wel iets in beweging. Ook voor jezelf, in je eigen waarde, in wie je bent. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij zo'n belangrijk moment geweest. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan toen ben je teruggekomen. En want je had dus al je onderneming. Dus je was helemaal uitgestapt van een loondienst. En je wilde voor jezelf beginnen. Daarna heb je voor jezelf besloten dat je naar Afrika ging. En daarna heb je nog een boek geschreven. Ja. Op Hoge Akker in Afrika. Ja.
En je hebt ook een, nou, je gaat ook nog steeds lekker door met je bedrijf. Kan je vertellen wat je doet uiteindelijk nu? Want je was daar en je wilde de vrouwen helpen. Hoe heb je dat kunnen waarmaken? Nou, ik kwam terug en toen heb ik samen met mijn man, met Paul, hebben we een stichting opgericht. Mm-hmm. Om inderdaad, wat ik net al zei, ik geloof dat ieder mens potentieel heeft. Ja. En waar het om gaat is dat je dat potentieel kunt aanboren. Je kunt kijken, wat is je talent, wat is je passie, wat weet je, wat dat. En dat is ook in Afrika is het zo. Waar kun je geld mee verdienen? Waar zit het potentieel van een community? Of wat vruchtbare grond, wat kun je daarop verbouwen? Weet je, het gaat niet alleen over jouw eigen talent, maar ook van... Waar zijn de mogelijkheden? Ja. Dus we hebben in eerste instantie een stichting opgericht om daar communities mee te helpen. Mm-hmm. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat meisjes 5 dagen per maand, 60 dagen per jaar niet naar school gaan. Yeah. Omdat ze ongesteld zijn. Ja. Yeah. En de middelen die ze gebruiken, zoals doeken, zand en bladeren, zelfs koeienvlaai. Okay. Die lekken door met schaamte tot gevolg. En toen dacht ik van, in zoveel programma's gaat het over het versterken van vrouwen. En toen dacht ik, maar hoe kan je vrouwen versterken als meisjes al met een gevoel van schaamte opgroeien? Mm-hmm. En als meisjes al niet naar school kunnen gaan of heel veel belangrijke lessen missen? Ja. En het gevoel van schaamte ken ik persoonlijk ook heel goed. Het gevoel van onzekerheid. Dus ja, dat deed ook iets met mij. Dat ik dacht van, nou, kan toch niet waar zijn dat dit gebeurt. Mm-hmm. We moeten hier iets voor doen. Dus wat we hebben gedaan is, we wilden met een duurzame oplossing komen. En we hebben wasbaar maandverband ontwikkeld. Ja. Lokaal in Kenia. En uiteindelijk hebben we een team opgeleid en onze eigen fabriek opgezet. Oké. Okay. Was per maandverband geproduceerd en mm-hmm. gedistribueerd voor meisjes in Kenia in achtergestelde gebieden. Wat mooi. En dat loopt nog steeds, toch? De business aan zich helaas niet meer. Ik heb het jaren met heel veel passie en bezieling heb ik dat geleid. Ik ben echt maand op maand af naar Kenia gegaan om dat te doen. De eerste paar jaren toen we zijn begonnen, toen heb ik mijn business, toen heb ik als freelancer gewerkt. Zodat ik aan de ene kant een beetje de schoorsteen kon roken. En dat ik aan de andere kant dat kon doen waar echt mijn hart ligt. Mm-hmm. En op een gegeven moment hebben we echt in Kenia een business opgezet. Ja. iCare, productie van wasbaar maandverband. Nou, dat heb ik met heel veel bezieling geleid. En helaas konden we niet het een duurzame business laten worden. Dus dat was wat we wilden. Ja. Fondsen liepen terug en ook hoe graag de meisjes ook het maandverband wilden hebben. Ja, het moet wel ergens van betaald worden. Ja, ja. Dus we zijn, wat we nu aan het doen zijn, is dat we in samenwerking met partners wel bezig zijn met maandverband, het versterken van meisjes, maar dan via de stichting. Ja. Zodat ik niet meer zelf de business hoef te leiden in Kenia. Omdat dat niet helemaal lukte zoals we het voor ogen hadden. Mm-hmm. Maar mijn drive en mijn ambitie is om to be the voice of the voiceless. Ja, want dat wil je ook zijn nu met je bedrijf. Ja. Want ik weet ook dat je bent internationale spreekster geworden. Ja. En dat doe je met heel veel passie. Kun je ons uiteindelijk een beetje vertellen van hoe is die stap? Nou, dat leek me op zich zo logisch. Maar hoe ben je uiteindelijk van ik kom daar terug en ik word nu storyteller? Dat het niet ging zoals ik hoopte dat het met iCare zou gaan, was voor mij een enorme teleurstelling. Hm. En in Nederland is er ook zoiets als van, als je bent gefaald, ben je een zero. Ja, in Amerika is je ben gefaald. Ben je een hero. Ja. We vinden overal ergens wat van in Nederland. Ja. Ja. Dat vond ik heel erg moeilijk. Ja. Ik schaamde me. Maar dat was een mooie ervaring. I know, maar om daar zo ook naar te kunnen kijken, ja. Nu kan ik er naar kijken van, ik heb zoveel gedaan. En geleerd. Ik ben uit mijn comfortzone gestapt. Ik heb het lef gehad. Ik heb heel veel geleerd.
En uiteindelijk heb ik meer dan 55.000 meisjes en vrouwen bereikt met iCare. Echt waar? Ja. Nou, het is, al even met 5.000 was het al heel veel. Dus het is voor mij ook echt een appel, ook voor mensen, dat je je niet moet laten weerhouden om dingen niet te doen, omdat je bang bent dat dingen niet gaan lukken. Mm-hmm. Want van elke ervaring, dat is mijn belangrijke takeaway, mijn belangrijke les geweest, van elke ervaring leer je weer wat. Ja. En waar het om gaat, is heb je een fixed mindset of heb je een growth mindset? Ja. Blijf je naar dingen kijken en denk van, het is mislukt, zie je wel, ik ben het niet waard, ik ben een loser, nou, ik begin maar weer niet. Mm-hmm. Of kun je ernaar kijken, I did it. Wat ging goed? Wat heb ik ervan geleerd? Ja. En hoe kan ik al die lessen van mijn ervaring weer meenemen naar de volgende dingen die ik ga doen? Ja, dat heb je goed gedaan. En dat is mijn les ook geweest. En ik kan je verklappen, het is niet makkelijk geweest. Want dit was mijn levenswerk. Ja. Weet je? Dit was mijn... Mijn hart begon sneller te kloppen als ik met die vrouwen bezig was in Kenia. En nu heb ik zoiets van... Met het produceren van wasbaar maandverband was ik heel lokaal bezig. In mijn community en de omgeving daaromheen. Ik was bezig met dat product. Nu kan ik... als being the voice of the voiceless, mm-hmm. het verhaal van die meisjes en die vrouwen naar een veel grotere groep mensen gaan vertellen. Ja. Dan hoef ik zelf niet meer die pads te produceren. Dat kunnen andere organisaties doen die daar heel goed in zijn. Maar dan kan ik wel het verhaal vertellen en het noodzaak. Ja. En waar het voor mij uiteindelijk over gaat, of het nou het verhaal is van de meisjes en de vrouwen in Afrika, of dat het hier in Nederland is... Ik ben een spreker met lef. En lef, daar is het waar het over gaat. En ook lev van het Hebreeuws. En lev van het Hebreeuws is je hart. Mm-hmm. Je kan op twee manieren kan je lef vertonen. Vanuit het ego. Ik doe het. Ik zal de wereld wel eens even laten zien. Zo. Of je kunt lef tonen vanuit een verbinding met je hart en vanuit het gevoel, dit heb ik te doen. Dit wil ik doen. Hier geloof ik in. Dit is wie ik ben. Ja. Lef om op te staan in wie je bent. Lef om keuzes te maken. En lef gaat voor mij niet alleen over van wel of geen onderneming starten en stoere dingen doen. Lef gaat voor mij ook over regie nemen over je eigen leven en naar binnen kijken. Wat zijn de aanjagers? Wat maakt dat jij bepaalde beslissingen niet durft te nemen? Mm-hmm. Waar komt dat vandaan? Wat zijn jouw belemmerende overtuigingen? Ja. Waar liggen die roots? Want wat vaak in het leven gebeurt is dat je steeds dingen op je pad krijgt en dat je steeds een herhalend patroon krijgt in je leven. Ja. En dat het goed is om daar eens naar te kijken van, en hoe komt het dat ik bij wijze van spreken altijd op die foute vent verliefd word? Of hoe komt het dat ik niet succesvol ben? Mm-hmm. Of dat ik altijd word ontslagen? Alles heeft te maken met de overtuigingen die in je hoofd zitten. Ja. En heel veel mensen willen graag een quick win van, nou, 10 stappen. En dan ben ik succesvol, dan ben ik rijk, dan ben ik gelukkig, dan ben ik gezond, dan val ik 10 kilo af. En alleen... Wat mensen niet zo graag willen, is het ook echt aangaan. Ja. Het is bloed, zweet en tranen. Ja. Je kan niet zeggen van, nou, ik wil binnen een week 10 kilo afvallen. Dat kan je zeggen. Ja, dat kan je zeggen. Ja. Maar de volgende dag is iemand jarig en dan staat een lekkere taart. En dan gaat het erom, en wat doe je? Mm-hmm. Ga je dat hapje eten? Of zeg je, nee, ik heb dat commitment met mezelf aangegaan. Ja. I cut the crap. Ik geloof in mezelf. En ondanks dat de verleiding heel groot is, ik doe het niet meer. Ja. Heel herkenbaar. Vanuit de NLP-therapie inderdaad. Dat is ook wat er wordt verteld. De belemmeringen die zijn heel erg van vroeger, zeg maar. En de manier waarop we keken naar de dingen is heel erg strak. En als we kunnen uiteindelijk een beetje meer... Zo doen, dan kunnen we dan betere oplossingen vinden. Ja. Ja. En dit was deel 2 met Chantal Huttink. Volgende keer deel 3.
Vergeet je niet te abonneren op onze kanaal, zodat je geen aflevering kan missen.